Elke koersliefhebbers die kent intussen ook het voetbalverleden van Remco Evenepoel. Hè. Hij heeft gespeeld bij Anderlecht, bij PSV Eindhoven, bij KV Mechelen. En Bart Aerts die heeft vandaag twee trainers en een ex-ploegmaat van Remco Evenepoel opgezocht. Hoe hard volgen zij de prestaties van hun Poulin of ploegmaat van vroeger? En vooral ook, hoe hard supporteren ze voor hem? Ik ben Arne Bijns. Ik heb met Remco 3 jaar in de jeugd van PSV gespeeld, als ook 3 jaar samen in de klas gezeten in Eindhoven. Hoe zou je Remco omschrijven, toen als persoonlijkheid, toen al op die leeftijd? Ik denk het woord dat meest op zijn plaats is, is volwassen. Zowel toen al op voetbalvlak, maar ook op schoolvlak. Hij wist altijd waar hij mee bezig was. En dat zag je ook aan hem. Die motivatie, die straalde er echt vanaf. Hij is ook snel kapitein geworden bij jullie en bij PSV. Ja, en ik denk dat dat ook logisch was als je ziet hoe hij het voortouw nam. En hij had dat gewoon in zich. Ja, op voetbalvlak zag je ook direct dat hij het volume had, de conditie. En het puur technische was misschien aan de mindere kant. En hij vertrok ook heel vroeg vanuit Schepdalen, want hij zat in de eerste 2 jaren niet in een gastgezin. Wat ik me altijd kan herinneren was dat hij om 5 uur moest opstaan. Ja, 5 uur en dan busje van PSV halen, dan nog langs mijn buurt om. Dus ja, dat was, ik denk 5 uur 's ochtends was het dagelijkse tijd dat hij moest opstaan. Je m'appelle Stéphane Stassin. Je suis formateur ici au Sporting Club d'Anderlecht depuis maintenant presque 10 ans. Et j'ai eu la chance de connaître Remco quand j'étais entraîneur U16. Donc Remco avait 15 ans, 16 ans. On jouait le samedi après-midi, donc avec les jeunes. On avait joué un gros match. Je crois que c'était Bruges, je ne sais plus, mais c'était un gros match. Et donc j'avais dit, Remco, tu dois apprendre que le repos fait partie de l'entraînement. Donc demain, s'il te plaît, tu te reposes. C'est dimanche, en famille. Et mercredi, on a un gros match. OK, coach, pas de souci. Et le lendemain matin, moi je courais, donc c'était les 20 km de Bruxelles. Et comme je cours pour une association tous à bord avec des handicapés, on partait toujours avant. Et donc on part avant. Et généralement, quand on arrive vers les tunnels Louise, les premiers arrivent, donc la voiture arrive. Et à ce moment-là, il y avait les Kenyans. Donc nous, on était là, on se met sur le côté. Le premier Kenyan arrive, le deuxième Kenyan arrive. Puis à un moment donné, on me frappe comme ça, on fait « Hey coach, ça va ?» C'était Remco. C'était Remco. Il était en plus, je pense, à ce moment-là, au tunnel Louise, dans les 10 premiers. À 15 ans, hein, 16 ans, il avait fait un temps extraordinaire pour son âge. Il adorait être capitaine, n'est-ce pas? Mais c'était un vrai capitaine. Mais un vrai capitaine. Ik ben hier op jonge leeftijd toegekomen en ik ben direct bij hem samen beginnen spelen, met een jaar hoger. Dus ja, ik ken hem al van even. En ik heb hem zeker al een berichtje gestuurd dat hij ongelooflijk goed bezig is en dat hij moet blijven verder knallen. Is hij een beetje impatient en quittant vers Malinois? Ça peut-être. Ça peut-être. Il était peut-être dans une période un peu plus compliquée, où il se posait des questions, il était plus numéro 10. En équipe nationale, il était peut-être plus toujours repris, donc peut-être qu'aussi il se posait des questions. Ik ben Stijn Lintermans en ik was physical coach ten tijde van ja, het laatste wapenfeit van Remco Evenepoel in het voetbal bij KV Mechelen Jeugd. Bij Remco dat sprong er bovenuit omdat de vraag om individueel te werken van hemzelf kwam. Hielen zit vlak. Armen mee. 1 voet. 2. 3. Hup. Hup. En ver. En weg. Op het moment dat Remco Evenepoel nog niet in zuurstofschuld komt, de tempo dat hij op dat moment kan lopen, zijn eigenlijk de waarden waarop dat eerste ploegspelers plafonneren. Kom maar. Dat is een kleinzoon. Ja. Wat zeg je, dat is zijn kleinzoon? Dat is het.
Dat moet je doen, hè. Afzien als kruiden. Ja, ja, ja. En op training, en Fons die weet dat ook. En denken, velen denken het is gemakkelijk. En dat gaat allemaal met op het gemakjes rondrijden. Trainen, godverdikken, en afzien en dan de koers gaan. Ja, maar dit was als voetballer. Hè? Maar dat is trainen. En dat verhaal van Stefan Sassin over die... Het was de halve marathon van Brussel trouwens, dat is verifieerbaar. Hij was 13e in de einduitslag als 16-jarige tussen Kenianen en Ethiopiërs. 13e in 1 uur 16 minuten op een halve marathon. Ja, heel straf. Meer dan 16 per uur liep hij toen. En zonder specifiek te trainen. Mm-hmm. Ja, absoluut. Monster talent. Absoluut. Laat hem morgen biljarten en dan wint hij ook. Bedankt om deze Sporza-video te bekijken. Een like achterlaten mag altijd. Volgen kan hier. En wil je meer video's zien? Check zeker VRT Nu of klik hier.